We hebben een oproep gedaan vanuit de gemeente en daar hebben 12 kinderen op gereageerd. En vanuit de 12 die hebben ieder hun verhaal verteld hier binnen het gemeentehuis. En 4 daarvan zijn nu benoemd voor als jeugdcollege. Ja. Nou, we hebben iedereen uitgenodigd die gesolliciteerd heeft naar een plekje in het jeugdcollege. En die hebben hun allemaal hun eigen verhaal verteld. Wat willen zij nou met ons? En dat ging van prullenbakken tot helpen van vluchtelingen tot een nieuwe speeltuin. En de jury heeft daarna gekeken van wie met z'n 4 zou nou het beste het jeugdcollege kunnen vormen. En wat is dan hun taak? Het jeugdcollege nodigen wij uit op verschillende momenten. Ze zijn bij officiële gelegenheden aanwezig, zoals de Sinterklaasintocht of de 5 mei-viering. Daar lezen ze bijvoorbeeld vaak een gedicht voor, maar ook op andere momenten. En we willen natuurlijk het geluid van de kinderen graag horen. Wat speelt er? En dat kunnen ze overbrengen. En zelf krijgen ze ook nog budget om een project wat ze bedenken met ze als jeugdcollege. Dat gaan we uitvoeren. Daar krijgen ze geld voor. Ja. We hebben 2 mensen bij de gemeente die begeleiden dat. En ik ben de wethouder die ook begeleidt of af en toe aansluit. Of ik ga af en toe met mij mee. Dus het is niet louter een ceremoniële taak? Het is een stuk ceremonieel. En ook een stukje inhoud. Want ja, we willen wel dat er een mooi project komt. En mooie voorbeelden afgelopen jaar zijn denk ik wel het blote voetenpad in Herpenduin. Of de beleeftuin die we nou gerealiseerd hebben. En dat komt allemaal uit de koker en uit het idee van het jeugdcollege. Ja. Er komt heel duidelijk in de pitches van de kinderen naar voren de natuur, hè? Ja, daar viel mij ook op. Mm-hmm. Ze zijn allemaal toch bezig met de natuur, de toekomst. We moeten zorgvuldig met de wereld omgaan. En dat is hoe kan je bomen planten tot hoe halen we afval? Of hoe maken we het slim en uitdagend om het afval op te halen? Mm-hmm. Dus dat vind ik wel leuk om te zien. Ja. Maar niet alleen dat, want ik vond er zat ook een idee bij van we zien nou zoveel vluchtelingen. Hoe kunnen we die vluchtelingen snel het gevoel geven dat je thuis bent? Ja. Dus er zijn een aantal projecten die zeker gerealiseerd gaan worden. Die ze nu in ieder geval verteld hebben. Zij maken nu met z'n allen, gaan ze een aantal keer vergaderen en dan maken ze de selectie voor 1 project. En dan gaan ze 1 iets groter project doen en dan gaan we kijken of we dat kunnen realiseren. Oké. Succes. Op maandagmiddag 13 november is Janne Loeven uit Huseling geïnstalleerd als jeugdwethouder van de gemeente Os. Vanmiddag zitten we hier op basisschool De Bogaard en ik heb gesprek met Janne en met 2 dames die ook gesolliciteerd hadden en ze willen graag hun verhaal vertellen. Hoi, ik ben Roos. Ik ben 9 jaar oud en ik zit in groep 7. Ik ben ook Roos en ik ben 10 jaar oud en ik zit ook in groep 7. Ik ben Janne, ik ben 10 jaar, ik zit ook in groep 7. Nou, 3 dames uit groep 7. Eén van jullie is gekozen als jeugdwethouder. De andere komen waarschijnlijk in een jeugdraad. Hè? Maar daar horen jullie nog wat over. Ik ben eigenlijk heel benieuwd van hoe zijn jullie nu te weten gekomen dat er een jeugdraad is en dat ze daar mensen voor zoeken. En dan begin ik bij Roos, bij jou Roos, de eerste Roos. Nou, we kwamen te weten door de juf, want die juf die had een stuk uit de krant en daardoor hebben wij ons weer ingeschreven. Ja, wat moest je doen om je eigen in te schrijven? Nou, je moest ten eerste moest je naar de site gaan. En dan moest je gewoon bij kabinetszaken een brief invullen. Dus heel kort over jezelf. En daarna ben je uitgenodigd om te komen. Ja. Jij bent ook uitgenodigd, Janne. Wat had je in je brief gezet? Ja, ik had natuurlijk wie ik was en ook wat mijn plan was. Mijn plan is dat we in een buurt of bij scholen moestuinen komen. Zodat kinderen meer leren over de natuur en hoe planten groeien. En dan kunnen we dan bijvoorbeeld over een moestuincoach zorgen, die kan onze scholen ondersteunen met dat project. En we kunnen ook zo kijken voor een connectie van scholen met bijvoorbeeld zorgcentra, ouderen en de boeren. Ja, jullie horen de plannen staan heel divers en we gaan vergaderen binnenkort en we gaan eens kijken wat we kunnen gaan doen dit jaar. Misschien kunnen we wel meer dingen realiseren, dus dat zou heel leuk zijn. Mijn plan was om meer planten te planten en meer activiteiten te organiseren voor de natuur. Mm-hmm. En de andere was? Mijn plan was zodat een gratis sport voor alle kinderen die het minder besteden hebben. Oké. Nou, jullie hebben allemaal een brief geschreven en hoe ging het dan? Hoe ging het toen? Je kreeg
je moest naar het gemeentehuis komen? Of? Hij kreeg dus een uitnodiging en daarna moest je naar het gemeentehuis toe komen. En daar kreeg je, daar ging je dus eigenlijk verzamelen en daarna werden de dingen uitgevoerd die ze op de planning hadden. Ja, en wat stond er op die planning? Nou, dat je ten eerste mocht je, dan kreeg je een rondleiding van 10 minuten door het hele gemeentehuis. En daarna moest je, jezelf zeg maar voorstellen en zo. En je moest je zeggen, hier ben ik en zo. En daarna moest je je speech houden. Ja, en die speech, die heb je voorbereid thuis? Moest je thuis schrijven? Ja, je moest hem thuis schrijven. En ja, eigenlijk iedereen heeft hem wel zeker wel geoefend ook thuis. En ik heb hem ook hardop voor mijn ouders geoefend en voor mezelf en doorgelezen. Ja, die speech heb je die zelf helemaal bedacht? Waarschijnlijk heb je daar ook hulp bij gehad, denk ik, of niet? Ja, ik heb hem de meeste zelf bedacht, maar ik heb Ben ook geholpen met hoe de zinnen beter kloppen en zo. Ja, maar je plan is van jezelf helemaal? Ja, het plan is wel van mezelf. Ja, nou, jullie hebben ook, Janne, jij hebt de oude jeugdraad ook gezien in het gemeentehuis van de week, hè? Die waren een stuk ouder als jullie. Heb je daar ook mee kennis gemaakt? Heb je daarmee gepraat? Nee, we hebben er niet echt mee gepraat, maar we hebben wel gehoord wie ze waren. En zij hebben zich kort voorgesteld en wat hun ideeën waren. Mm-hmm. Weet je ook wat ze gedaan hebben? Ja, ze hebben een beleeftuin gemaakt bij hun school volgens mij. En daar kan je dan muziek maken en zo. Mm-hmm. Ja, dan kom ik bij Janne. Want jij bent dan uitgekozen om jeugdwethouder te worden. Ja, je hoort het. En wat denk je dan? Ja, ik had het eigenlijk niet verwacht. En ik kon het eigenlijk ook niet echt helemaal geloven. Want ja, ik had het gewoon niet verwacht. Had je het wel gehoopt? Of dacht je van ik doe mee, maar ja? Ja, ik had het wel gehoopt. Maar eigenlijk dacht ik, ja, ik doe mee, maar ik ben hem toch niet. Ik hoor hem toch niet, maar dat is dus wel. Ja, en hoeveel mensen zitten er in die jeugdraad? Ja, het zijn 3 wethouders en 1 jeugdburgemeester. En is er nog een taakverdeling dan bij jullie? Gaat iemand, is de burgemeester belangrijker als de wethouders? Of hoe? Ja, eigenlijk zit er niet zo heel veel verschil in, maar een burgemeester mag bijvoorbeeld, deze zaterdag is de intro van Sinterklaas in Os, die mag bijvoorbeeld meerijden in de koets met Sinterklaas, maar de wethouders mogen wel mee op het podium en zo. Oké, ja. Weet je al wat je allemaal moet gaan doen? Ja, dus je hebt een paar dagen in het jaar, ik weet niet wanneer, dan ga je echt vergaderen en je hebt ook een budget waar je iets mee kan doen. Mm-hmm. En misschien wel meerdere ideeën waar je kan maken. En je hebt ook, ja, en je hebt dan bijvoorbeeld de Sinterklaasintocht waar je dan ook bij mag zijn. Ja, ja, dodenherdenking, hè, was ook een dag waar je aanwezig bent als college, als jeugdcollege. Het is natuurlijk het belangrijkste dat dat plan van jullie uitgevoerd wordt. Gaan jullie nou samen nog verder kijken van welk plan wordt er nou uitgevoerd? Of worden al jullie plannen? Ja, we gaan samen kijken wat voor plan we gaan uitvoeren. En misschien voeren we wel wat plannen samen. Of misschien wel een heel ander plan, maar wel wat wel een beetje in de combinatie ermee zit. Maar ja, maar we weten, ja, misschien doen we wel meer ideeën. Of maken we meer dingen, maar dat weet ik niet. Dat moeten we dan uithalen. Ja. Nou, ik wens jullie heel veel succes. Leuk dat jullie ons even te bord willen staan. En ja, Janne, misschien zien we jou bij officiële gelegenheden wel terug. En anders dan vragen we je, dan weten we je te vinden. Okay. Is dat goed? Ja, is goed. Nou, veel succes. Nou, dank u wel.